Wij denken zeker dat meer dan 50% van de kledingkasten uit tweedehands kleding kan bestaan. We hebben bijna 4 miljoen leden. Investeren is toch een soort van trouwen. Fuck fast fashion, dat is het motto van Thijs Verheul, medeoprichter van United Wardrobe. Thijs, leuk dat je er bent. Hey. Verrassend ook, want eigenlijk was je in de veronderstelling een nieuwe werknemer in te moeten werken vandaag. Ja, klopt. Hoeveelste werknemer is dat? Even kijken, we zitten nu op 40 FTE. Dit is de stagiair voor influencer marketing. Kijk aan. Want eventjes, fuck fast fashion. Hoe groot is jouw ergernis als je die mensenmassa ziet bij de Primark en H&M en dat soort ketens? Ja, het is zonde, jammer, om te zien dat mensen toch nog massaal voor niet duurzame mode kiezen. En tragisch, want uiteindelijk heb je jezelf er allemaal mee. En mijn opa zei het ook al, goedkoop is duurkoop. Jammer, doe het niet. En is dat echt oprechte ergernis? Of is het ook een beetje een marketingpraatje omdat het goed uitkomt, omdat je met United Wardrobe in de tweedehands kleding zit? Nee, toen we hiermee begonnen, studeerden we op de Wageningen Universiteit, Jules en ik. En toen waren we al echt gigantisch met de duurzaamheid bezig. Natuurlijk zagen we gewoon echt een gat in de markt. Maar ik vind die filosofie echt, dat is iets waar ik 100% achter sta. Ik draag zelf ook alleen maar tweedehands kleding. En ik vind dat alle Nederlanders dat zouden moeten doen. Ik geloof niet dat iedereen altijd alleen maar tweedehands zou moeten en kunnen kopen. Maar wij denken zeker dat meer dan 50% van de kledingkasten uit tweedehands kleding kan bestaan in 2025. Dus dat is iets waar wij voor strijden en waar ik volledig achter sta. Ja, en vertel eens even, hoe ziet het model van United Wardrobe eruit? Hij vraagt 10% commissie als een product verkocht is. Dus no cure, no pay. Je kunt zoveel uploaden als je wil. Je zet je sneakers er voor 100 euro op. Nou, een koper betaalt dan verzendkosten en betaalt administratiekosten. En die rekent af en vervolgens stuurt de verkoper het product met een verzendlabel op. Dus je hoeft als verkoper niet voor de verzendkosten te betalen. Je krijgt gewoon een labeltje in je mail of in de app. Je stuurt het op en als het dan ontvangen wordt, gewoon in goede staat, dan geeft de koper aan van, hey, ik heb het ontvangen. En dan krijg je, als je dus sneakers voor 100 euro verkoopt, zo bam, 90 euro op je rekening. En dat is hoe ons model werkt. Dus we vragen 10% commissie aan de verkopers en administratiekosten aan de kopers. Dus het is eigenlijk een marktplaats voor kleding? Ja, eigenlijk een ticketswap voor kleding is ook waar we het vandaan hebben, dat model. Toen wij studeerden was ticketswap een enorme hype, 7 jaar geleden zo. En wij dachten ook echt van, wauw, dat ticketswap-model, dat moet toch ook voor kleding kunnen? We moeten dat toch ook een soort van, daarvan een marktplaats kunnen creëren? Na veel geploeter zijn we inmiddels hier. Ja. En vertel eens even, hoe groot zijn jullie? Hoeveel kledingstukken per maand worden er via jullie platform verhandeld? We hebben bijna 4 miljoen leden. En elke maand worden er 100.000 kledingstukken verhandeld op het platform. En is dat, wie zijn dat, die mensen die dat doen? Voornamelijk jonge vrouwen. Leeftijdscategorie 16 tot 24 is het grootste cohort. Maar we zien echt een hele grote uitbraak sinds we ook kinderkleding hebben gelanceerd in de jonge moeders, voornamelijk uit de Randstad, die steeds meer ons platform gebruiken. Die niet alleen voor zichzelf, maar ook in één keer voor hun kinderen dingen bestellen. Want je kunt bij ons gewoon één winkelwagen maken met kinderkleding, herenkleding, dameskleding. Dat in één keer afrekenen. Mm-hmm. We zien dus ook dat de gebruikers worden steeds ouder en het transactievolume wordt steeds hoger. En mannen vinden het nog een beetje vies, tweedehands kleren? Nou, het is ook echt specifiek. We richten ons echt op vrouwen in onze marketing. We hebben wel samenwerkingen gedaan met rappers, met mannen. En we targeten ook mannen op Facebook. Maar onze grootste budgetten gaan uit naar vrouwen. Omdat de interactie op ons platform met vrouwen, die ligt echt 60-70% hoger. Die zijn toch meer bezig met inspireren, andere mensen bekijken, echt de koopjes zoeken. En mannen zijn meer gewoon van, ik wil een Stone Island trui voor 200 euro. En die komen dan 5 minuten, die rekenen af en die zijn weer weg. Ja. Of de sneakers doen het ook wel erg goed bij mannen. Maar over het algemeen zijn het wel vrouwen. Het is echt een vrouwending. Toch wel kleding zoeken. 70% van de online fashion aankopen is ook vrouw. Mm-hmm. 70-80% volgens mij. Dus we blijven nu wel een vrouwenplatform. Maar mannenkleding staat erop. Zeker, is een groot aanbod. Maar nog niet zoveel als het vrouwenaanbod. En dus de marketing veel via influencers, begrijp ik. Werkt dat nog eigenlijk? Zeker. Inzet van influencers, ja? Ja, dus we hebben echt een hele grote, eigenlijk de geheime marketing saus. We hebben ons eigenlijk het afgelopen jaar echt keihard op SEO gestort.
Vroeger hadden we de filosofie van, oké, Marktplaats is er al, Zalando is er al. Laten we gewoon een perfecte app bouwen. Maar we zagen steeds meer dat SEO toch wel erg belangrijk voor ons was. Dus zijn we daar echt volop gegaan, 3 developers. Mm-hmm. Influencer marketing doen we nog steeds. Op Facebook en Instagram zie je onze advertenties. Google AdWords is ook iets waar we gebruik van maken. Dus dat zijn allemaal nog platformen waarin we soort van... Elk seizoen heeft ook een bepaalde index. Bijvoorbeeld rond de kerst moet je eigenlijk niet op Facebook gaan adverteren, want dan zit iedereen erop. Ja. In januari en februari is het vaak wat goedkoper om daar te adverteren. Ja. Je bent op een gegeven moment zelf ook het influencer marketing geweest. Ja. Ik zat even op je LinkedIn te kijken. En toen zei je destijds van, nou, ik wil graag Michelle Obama wil ik aanhaken. Ja, ja, ja. Rihanna stond op je verlanglijstje. Ja, 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 ja. En je bent wel een groot denker wat dat betreft, hè? Shoot for the stars, land on the moon. Ja, grappig. Niet gereageerd deze twee, hè? Helaas. Nee, ja, Barack zei wel eventjes van misschien ergens, maar uiteindelijk toch weer een meeting met Poetin tussendoor. Zo. heel jammer, zo gaat dat. Hey, in 2017... wisten jullie de mensen van Peak Capital te enthousiasmeren voor jullie model? Want die staken er een miljoen in. Ja. Dat is prettig, want kostbaar natuurlijk, hè, om dat allemaal een beetje te marketen en bekend te maken, zo'n platform. Ja, zeker. Ja, is het al op? Nee, we draaien positief. Dus onze investeerders zijn heel blij met ons. En we zijn eigenlijk gewoon zelfstandig. Dus op dit moment hebben we wel ambitie om ooit nog een grote ronde te doen. Mm-hmm. Dat zie ik het komende jaar zeker ook wel gebeuren. Dat is nog lang niet op, nee. Want jullie zijn al lang niet meer alleen actief in Nederland, hè? In welke landen spelen jullie nog meer mee? België, Duitsland en Frankrijk. En welke markt was het moeilijkst om binnen te komen? De Franse markt is wel iets waar we ons volledig op hebben gericht. Dus de Duitse markt, toen we denk 2,5 jaar geleden lanceerden we zowel in Frankrijk als in Duitsland. België was al gaande. Ja. En toen zagen we echt dat Duitsland heel duur was. Dus het was duur om met influencers te werken. Facebook was duur, AdWords was duur. En dan keken we naar Frankrijk, waren de kosten echt 40 tot soms wel 60-70% lager. En de mensen waren er ook veel meer bezig al met tweedehands kleding. Dus die tractie die was veel groter. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd, na een half jaar, want we hadden toen gewoon €50.000 voor elke markt geallockeerd. En toen wilden we ook gewoon weten, oké, welke markt gaat het nou beter doen? Dus eigenlijk die tractie in Frankrijk is veel groter. Zijn we volle bak op Frankrijk gegaan. Enorm land natuurlijk om te veroveren. Ja. Ook daar weer hoge ambities, hè? Want ik las je wederom op LinkedIn over Brigitte Bardot, over mevrouw Macron. Ja, ja, ja. Ook allebei niet gereageerd, stel ik me zo voor. Ja, helaas. Nog niet. En dan zitten jullie in een markt waarbij ik me voor kan stellen dat het adagium van toepassing is the winner takes all. Ja, een beetje zoals je in Nederland bij Marktplaats ziet, bij Thuisbezorgd. Is dat in de tweedehands mode hetzelfde? Nou, als je kijkt naar de markt bijvoorbeeld in Nederland, dan zie je eigenlijk 4 grote spelers. Dat zijn wij. Wij zijn op dit moment de grootste in tweedehands kleding. Je hebt Marktplaats, Vinted is net de markt binnengekomen en The Next Closet, maar die doet dan echt designer kleding. Ja, dat is echt niche. Ja. Dus ik denk, zolang je goed in je niche blijft en daar de beste in blijft, dan is het niet altijd een winner takes all. Bijvoorbeeld in Frankrijk bestaan wij ook naast Vinted. En Vinted is echt gigantisch in Frankrijk, ook in België. Mm. En daar draaien wij ook nog steeds gewoon prima. Dus die mentaliteit, ja, de tijd zal het leren. Maar voor nu lijkt het nog niet zo te zijn. Ja, want even voor de mensen die het niet kennen, Vinted, dat is echt de grootheid in de markt. Hè? Een unicorn, een bedrijf met een waardering meer dan 1 miljard. Ja. Honderden miljoenen geïnvesteerd. Ja. En in augustus 2019 kondigden ze aan om ook Nederland te gaan veroveren. Klopt, inderdaad. Daar heb je dan wel even slapeloze nachten van, kan ik me voorstellen. Nee, we zien eigenlijk dat ze de markt vergroten. Dus zij gebruiken dus eigenlijk voornamelijk tv-reclame. Waardoor eigenlijk nog meer mensen, als je bijvoorbeeld Google Trends bekijkt, dan kan je zien hoeveel mensen zoeken op tweedehands kleding. Mm-hmm. Sinds zij op de tv zijn, is dat gigantisch toegenomen. En dat zien wij ook. Veel meer mensen belanden toch door zo'n tv-campagne ook weer bij ons. En wij groeien daar alleen maar extra hard door. Want ik zat ook even de tarieven te vergelijken. En dan zie je dat bij Vinted veel goedkoper is om je kleding te verkopen. Ja, het is 5% goedkoper op een order van €20. Dan bespaar je een euro. Dan heb je bij ons wel een mooi verzendlabel, een Nederlandse klantenservice, al een Nederlands netwerk. Dus Vinted is zeker goedkoper. Mm-hmm. 5%.
Maar wij zijn in Nederland veel groter. Dus de kans op verkopen is ook veel groter bij ons. Ja. Maar Marktplaats is eigenlijk nog steeds wel de dominante concurrent in deze strijd om de tweedehands kledingmarkt. Mm-hmm. Dus daar gaan we heel gelijk mee op. Zijn je buitenlandse ambities wel veranderd sinds Vinted zo groot is geworden, zoveel kapitaal heeft opgehaald? Je zegt, in Nederland zijn we nog steeds groter, Nederlandse klantenservice. Ja, het is natuurlijk wel gewoon focus op de markt. Maar een van onze investeerders, Arthur Kosten, de oud-CMO van Booking, die had eigenlijk exact hetzelfde toen Expedia lanceerde. Booking.com was de dominante speler altijd. En Booking.com zat eigenlijk voornamelijk in de AdWords-markt. Daar zijn ze echt heel groot mee geworden, toen dat nog echt gigantisch goedkoop was. Ja. En toen kwam Expedia opeens op de tv. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde scenario als Vinted hier in Nederland met ons heeft. Ja. En toen Arthur op borrel stond, toen was het ook van... heb je dat Expedia gezien? Dat zit nu overal te knallen op de televisie. Wat moeten jullie? Moeten jullie ook de tv opgaan? Hè? Maar toen zagen ze ook dat juist doordat dat online hotels bestellen op de tv kwam, dat het eigenlijk de markt alleen maar vergrootte. En dus natuurlijk hadden wij zoiets van, het komt in Nederland op de televisie. Wat gaat er gebeuren? Ja. Maar we zien onze cohorten de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar stabieler worden. Dus gebruikers zijn gewoon meer met tweedehands kleding bezig, omdat er gewoon veel meer kopers zijn. Eigenlijk hadden we gewoon in Nederland een kleine selectie van mensen die tweedehands kleding kochten. En die selectie is zich gewoon aan het uitbreiden. Lijkt me wel heel prettig om zo'n ervaren investeerder achter je te hebben die je af en toe een beetje gerust kan stellen. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan zo'n partij? We hadden, toen Sean en ik op zoek waren naar funding, gingen we een kopje koffie drinken met Arthur. We wisten wat hij gedaan had. We hadden echt gigantisch veel respect voor hem. Maar je belt zo'n man op en zegt van, heb je dorst? Nou, eigenlijk kwam dat doordat we een artikel in de Volkskrant hadden. Dat was een pagina groot artikel in de Volkskrant. En dat was eigenlijk tijdens onze eerste ronde. En toen kwam Arthur toevallig ook al bij ons op kantoor. En toen is het net niet geworden. En die ronde daarna wel. Maar het is eigenlijk voornamelijk media-aandacht en een combinatie van contacten. En dan als je ook actief bent in de media en tegelijkertijd aan het sourcen bent, helpt dat gigantisch. Want die jongens krijgen natuurlijk gigantisch veel aanvragen en kunnen niet overal op reageren. Je moet ook een bepaalde klik hebben met een persoon. Investeren is toch een soort van trouwen. Ja, je gaat eerst flirten met elkaar, dan de eerste kus, je blijft een keer slapen en uiteindelijk ga je trouwen. Dus het is een heel traject, een proces. Waar ik heel veel van heb geleerd. Mm. Maar ja, het is voornamelijk dus als je een start-up hebt of een onderneming en je wil op zoek gaan naar een investeerder, denk eerst van, wil ik echt een investeerder? Heb ik het geld echt nodig? Kan ik het zelf niet lenen of zelf niet financieren? Dat vind ik altijd beter. Maar toen wij 21 hadden, ik had zelf gewoon een studieschuld. En ik werkte bij mijn vader op de ladder als glazenwasser. Ja, dan heb je niet zelf een kapitaal. Nee. Dus als je dan gaat sourcen, je moet gewoon echt een heel goed verhaal hebben. Zelf al omzet draaien, ook in de media genoemd worden. Dan heb je natuurlijk wel wat buitenkant, dus je kan natuurlijk altijd een suikeroompje vinden. Maar over het algemeen zijn dat wel een beetje regels waar je aan moet houden als je op zoek gaat naar funding. Ja, en dan moet je nog een beetje hardball spelen, want zo'n investeerder wil natuurlijk zoveel mogelijk aandelen voor zijn geld. Dat klopt helemaal, maar je ziet vaak bij investeringsmaatschappijen dat niet het geval is. Er zijn gewoon bepaalde regels voor. Ook heel veel mensen zien een soort van investeerders ook als haaien of zo. Maar een investeerder wil ook maar gewoon natuurlijk een mooi rendement maken. Maar een investeerder die wil ook gewoon dat een tent goed draait. Mm. En een tent gaat niet goed draaien als je overal bovenop zit. Dan heb je 100.000 verschillende kleuren en smaken in investeerders. Maar Peak Capital die heeft ons altijd gewoon heel goed bijgestaan in combinatie met Arthur Kosten. En dat was gewoon voor ons echt de stap naar studentbedrijfje, naar professionele organisatie. Ja. En dat is echt een wereld van verschil, kan ik je vertellen. En als ik Arthur niet tegenkom, draag je dan tweedehands kleren? Ik hoop het wel, zeker. Ja, zijn dochters maken er eigenlijk meer gebruik van dan hij zelf. Maar hij zelf bestelt ook gewoon bij ons, hoor. Zeker. Ja. Ja. Hoop ik wel, als hij nu kijkt, dat hij even een dikke order plaatst. Je bent nu verantwoordelijk als een van je hoofdtaken om Frankrijk te veroveren. Ja, zeker. Dat wordt natuurlijk altijd heel veel over gesproken, hoe het is om zaken te doen over de grens. Ja. En er wordt altijd gewezen, de cultuurverschillen zijn groter dan je denkt. Ja. Ben je toch nog voor verrassingen komen te staan, ondanks dat je dat soort kennis natuurlijk ook hebt?
Is het moeilijk? Ja, zeker. Vroeger was ik ook al eigenlijk een francofiel, sinds mijn 12e of zo. Mijn moeder is al Frans. En dat kwam altijd wel. Het Frans spreken vond ik leuk. Frans geschiedenis vind ik interessant. Maar het zijn geen Nederlanders. Ze zijn niet direct. Ze zeggen vaak ja en dan bedoelen ze eigenlijk nee. Dus dat is wel heel lastig. En we hebben nu een hele goede COO, Maud Begaal. Mm-hmm. En die komt van Uber. En die heeft eigenlijk Uber groot gemaakt in Frankrijk. En die is nu onze COO. En ik zie eigenlijk veel meer taken die ik eerst deed nu naar haar zijn overgedragen. Bijvoorbeeld met de media werken in Frankrijk, met Franse medewerkers werken. Ja. Dat spelletje, dat begon in het begin was echt kickstarten en keihard knallen en rammen aan elkaar breien. Maar op de lange termijn wisten we wel dat we gewoon echt een goed Frans persoon moesten hebben in die rol. Dus dat is eigenlijk veel meer overgedragen nu aan haar. Ja. Maar Fransen, ja, het is een gigantische markt. De zesde markt van de wereld. Is gigantisch veel te halen, maar het is echt een ander slag mensen. Ze houden niet van zitten en zaken doen. Ze willen even rustig, even alles bekijken. Wie ben jij? En Nederlanders vinden ze over het algemeen hardpratende, vervelende mensen. Wat we ook zijn natuurlijk. Ja, ja. Dus Fransen doen eigenlijk, vinden, ja, natuurlijk hè, money talks. Maar over het algemeen doen ze liever zaken met andere Fransen dan met Nederlanders. Er is nu een Franse dame op de Franse markt. Ja. Dus jij hebt je handjes weer vrij voor een nieuwe markt. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk nog geheim. Er zit wel in de pijpleiding. We zijn er keihard mee bezig. Maar we gaan zeker een nieuwe markt lanceren binnenkort. Maar we hebben nog gigantisch veel te groeien. Zeker in Nederland kunnen we nog 10 keer zo groot worden. En in Frankrijk helemaal. En in België ook helemaal. Duitsland is ook nog steeds een markt waar we gewoon goed organisch groeien. Dus er komt een markt bij. Welke dat is, zul je snel zien. Maar voor nu is dat nog even secret. Weet je, Noord-Europa? Ja, wie weet. Krijgt er niet uit. We gaan gewoon afwachten. Thijs, leuk dat je er was. Dank je wel. Veel succes. Dank je wel. En wilt u meer gesprekken zien, dan kan je het beste gewoon abonneren op dit kanaal. Dan komen ze vanzelf langs. Bedankt voor het kijken.